In het rechercheonderzoek naar de gewelddadige woningoverval in Linde hield de politie maandagochtend 19 februari hun eerste verdachte aan. De 17-jarige vrouw uit Inge zit vast voor onderzoek. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de woningoverval van 26 januari 2017. Het politieonderzoek gaat door, gericht naar het achterhalen van de verdachte. Meerdere keren werd in het Gelderse opsprongsprogramma Bureau Gelderland aandacht besteed aan deze zaak. Dit leverde de recherche waardevolle informatie op waardoor de vrouw in beeld kwam. Onlangs werd er ook aandacht aan deze zaak besteed in het programma Opsprong verzocht van de AFRO. Misschien kunt u de politie nog helpen bij het achterhalen van de andere verdachten. Heeft u iets gezien of weet u informatie die nog niet kenbaar is bij de politie? Op wat voor manier dan ook, neem dan contact op. Bel met 0900 8844. Dit kan ook via misdaadanoniem 0800 9000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl